Ignatius van Loyola was een 16e-eeuwse Spaanse edelman. Niemand had kunnen bedenken dat deze rokkenjager-diplomaat zou uitgroeien tot een van de meest wijze mensen van zijn tijd. Bovendien stichter van een kloosterorde, genaamd de Jezuïten, waarvan ik zelf, Nicolas Saint-Aubin, deel uitmaak. Ignatius was beslist geen romanschrijver, maar hij schreef wel duizenden brieven en ook een aantal, wat ik zou noemen, wijsheidswerken. Iedereen kwam naar die man en wilde hem om raad vragen. Zo'n scherp inzicht had hij in de menselijke ziel. In dit boek, Ignatius van Loyola, Levenswijsheden, vind je 260 citaten uit die werken, die geschriften van Ignatius, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Hoe kan je een team aansturen? Hoe ga je best om met jezelf, met God, met andere mensen? Hoe gaat de duivel, het kwaad, te werk? En dergelijke meer. Steeds op een heel beklijvende, gebalde en paradoxale manier geeft Ignatius ons heel wat stof tot nadenken.